Wanneer ben je gebreineukt en wat bedoel ik daarmee? Nou, ik zal een voorbeeld geven en het is aan de ene kant diep triest en aan de andere kant is het ook echt om je te bescheuren, maar dit is dus echt gebeurd, hè? We hebben dus te maken met een figuur die heeft scheid aan alles en iedereen. Als hij met jouw hoofd zijn reet kan afvegen, dan had hij het gedaan. Hij liegt en bedriegt al jaren alles bij elkaar. Ja? Hij probeert het hele land naar de cholera te helpen. Hij probeert ons in een oorlog te storten. En wanneer het te heet onder zijn voetjes wordt, gooit hij de handdoek in de ring, omdat hij zelf ook wel weet dat hij de dag daarna waarschijnlijk ontslagen wordt. En daarna staat hij jou echt kankerhard in je gezicht uit te lachen. En wat zeg jij dan tegen mij? Wat zeg jij dan tegen mij? Ik vond het echt wel een staatsman, hoor. Ik vond het wel een groot staatsman. Ja, ja. Nou, dan mag jij even naar de dokter voor een hersenscan. En als jij die foto dan in je handen krijgt, dan zie jij zo'n kankergrote penis die jou de hele dag lekker zo in je hoofd aan het neuken is. Hallo.